vroeg. Nou, normaal beginnen we om 6:30 en op zaterdag om 6:00. Nou, toen de wekker ging, toen dacht ik wel, oh, eruit. Maar het valt eigenlijk wel weer mee. Dat vind ik juist leuk, om hard te trainen. We zijn er straks in, 400 meter. Vervolgens 3×100 benen. Iedere baan kwartslag draaien in zijligging, één arm verticaal. Vervolgens maak je 4 starts, waarbij je de eerste start 1 cyclus max doet, dan 2, dan 3 en dan 4. Nou, ik weet nog bij de Olympische Spelen in Beijing, toen ging ik voor de televisie kijken, 's nachts. En vond Kronomi het natuurlijk wel goed, omdat ze zo jong was, dat ze toen al op de Olympische Spelen stond. Ja, de 150 is ietsje sneller. Nou, om dat doel te bereiken, ook op de Olympische Spelen staan en goud winnen natuurlijk. Maar ja, hoe moet je dat dus schrijven? Dat je op het podium staat met een gouden medaille om je nek. Dat iedereen voor je klapt en zo. Ja, hard werken, goed doorduwen hè, met die voeten. Naar onder toe. Maak het af. Ja, beter. Kom op. Dag trainen tot 8:30. En dan ga ik me aankleden en dan ga ik op de fiets naar school. En dan ga ik weer naar het zwembad en dan ga ik weer trainen tot van 3 tot 5. En dan ga ik naar huis. En dan ga ik eten en dan ga ik naar bed.